Journalist en presentator Fons de Poel krijgt een zilveren Waalbrugspeld vanwege zijn verdiensten voor Nijmegen. Het mooiste moment in de Vierdaagse die ik heb meegemaakt? Ja. Nou, misschien vandaag wel. En verder in het nieuws vandaag, de Bunnische hockeyclub MHCB viert vandaag een bijzonder jubileum. Het Fit Hockey Team bestaat 15 jaar. Nijmeegse journalist en programmamaker Fons de Poel is geëerd met een Nijmeegse Zilveren Waalbrugspeld voor zijn inzet om de stad te promoten. 20 jaar geleden begon hij met het tv-programma Het Gevoel Van over de Vierdaagse. Dit jaar komt er geen nieuw seizoen, maar een speciale documentaire met hoogtepunten van de afgelopen 20 jaar. Na 20 jaar neemt Fons de Poel afscheid van het programma Het Gevoel Van de Vierdaagse. En dit doet hij met een speciale documentaire. Alle hoogtepunten van de 20 jaar komen voorbij. Tijdens de voorpremière van de documentaire stond nog een verrassing op het programma. De Poel ontvangt een zilveren Waalbrugspeld voor de jarenlange promotie van Nijmegen. Ja, ik heb 20 jaar dat programma gemaakt natuurlijk, het Gevoel van de Vierdaagse. Ik heb nu een documentaire vormgegeven en dat was het terugkijken van 120 uitzendingen van de afgelopen 20 jaar. En dat vond ik vermoeiend. Maar ook een geweldig feest. Ik heb gezien wat het betekent voor al die mensen. En dat is het ook voor mij gaan betekenen. Ik denk wel dat dit programma ertoe bijgedragen heeft dat de Vierdaagse een nationaal fenomeen is geworden. Het was het natuurlijk ook al een beetje. Maar ik kan me toch ook wel herinneren de dagen dat de Gelderlander deed er veel aan. Maar een enkele foto in de Telegraaf bij de finish, dat was het ongeveer wel. 20 jaar lang heeft de Poel verhalen verteld omtrent de Vierdaagse. Om dat speciale gevoel vast te leggen. Je kunt het vergelijken met een kroeg. Een kroeg, je gaat een kroeg in en je denkt, hé, Harry is er ook. En met Harry heb je niet veel te maken, maar je weet wel wie het is. Dus het is een soort afstand en tegelijkertijd betrokkenheid. Dus de beste kroegen in Nederland krijgen voor elkaar, wat de Vierdaagse ook lukt, met 50.000 mensen. Dat vind ik fantastisch. Wat is er nou mooier dan kijken naar mensen die zich helemaal suf lopen? Hè? En een beetje lijden, dat vinden we ook mooi. Het hoogtepunt van de afgelopen 20 jaar is moeilijk te kiezen voor de Poel. Maar op dit moment springt er eentje uit. Nou, misschien vandaag wel. Dat er met zoveel liefde over mij als maker wordt gesproken. En dat ik ben uitverkoren om deze prachtige onderscheiding te krijgen. Ik heb het nooit gedaan voor de eer. Ik heb het altijd gedaan omdat ik het leuk vond. En altijd gedaan uit belangstelling voor mensen en belangstelling voor verhalen. En vandaag krijg je hier zo'n heel hulde betoon van alle kanten. En ik moet je heel eerlijk zeggen, op het laatst moest ik toch wel een traantje tegenhouden. Vanaf vanochtend 7 uur tot en met vrijdag 8 uur 's avonds is de Prins Willem-Alexanderbrug tussen Beneden-Leeuwen en Echteld afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De provincie Gelderland voert deze week werkzaamheden uit aan het wegdek. Het verkeer wordt vanuit de westelijke richting Beneden-Leeuwen omgeleid via de A2 en de N322. Het verkeer vanuit het zuiden richting Echteld wordt omgeleid via de A50 en de A15. In 2026 en 2027 staat grootschalig onderhoud gepland, maar niet alles kan tot dan wachten. Windmolens zitten laagvliegende helikopters van Defensie in Gelderland behoorlijk in de weg. De luchtmacht wil in meer gebieden gaan oefenen, maar daar zijn ook vaak windmolens gepland. En dat gaat niet samen. In Gelderland kijkt Defensie naar vrijwel de hele Achterhoek, het gebied tussen Bennekom en Hoenderloo en het gedeelte in het rivierengebied. Het is uiteindelijk aan het kabinet om de verschillende belangen af te wegen en om een keuze te maken. En de Stadspartij Nijmegen laat weten geschrokken te zijn van de berichten over het verdwijnen van de geleidelijnen bij winkelcentrum Hatot. Een buurtbewoner die blind is, kan haar favoriete winkelcentrum al een tijdje niet meer bezoeken, omdat deze lijnen na een verbouwing zijn verdwenen. Ze wijzen erop dat de gemeenteraad vorig jaar tot een besluit is gekomen dat alle openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hoewel de gemeente geen direct invloed heeft op de belegger die de winkelcentrum in bezit heeft, vindt de partij het vreemd dat geleidelijnen zijn verdwenen. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. De Beuningse hockeyclub MHCB, Mixed Hockeyclub Beuningen, viert vandaag een bijzonder jubileum.
Het team van Fit Hockey bestaat 15 jaar. Fit Hockey is speciaal voor 50-plussers die nog graag een balletje willen slaan. En na 15 jaar is deze groep groter dan ooit. Ruim 15 jaar wordt er elke maandagochtend nog fanatiek gehockeyd op de velden van de Burgers Hockey Club door ouderen uit de gemeente. Vandaag was het de ere van het 15-jarig jubileum en de open inloopochtend voor ouderen die graag kennis wilden maken met deze vorm van hockey. En na 15 jaar is het Fit Hockey nog steeds ongekend populair en daar is oprichter Ton van den Brand maar al te blij mee. Nou, daar ben ik dolgelukkig mee. Dat het nou eindelijk eens gelukt is om wat mensen te mobiliseren. Want het is het blijft een sport voor de mensen. Ook voor de hockeyclub is het erg belangrijk dat Fit Hockey zich blijft ontwikkelen, vertelde voorzitter Jaap Burgers. Nou, voor Beuning is dat heel erg belangrijk. We zetten natuurlijk heel erg in op jeugd. Hè. Beuning is een club voor jong en oud, maar de jeugd heeft de toekomst. Maar zeker ook de seniorenleden, zoals de Fit Hockeyers. Ja, is gewoon heel belangrijk. Het is een grote groep. Ze spelen door de week. Het houdt de mensen fit. Ja, voor de club is het gewoon heel erg belangrijk. Maar wat maakt het Fit Hockey nou zo leuk? Nou, daar hebben ze wel het antwoord op. De leukigheid is vooral dat we het hebben. Met een groep mensen. En ze hebben niks met elkaar. Want ze hadden van tevoren kennen ze elkaar niet. Maar het is een team, jongen. Je blijft lachen met die mensen. En je keek er steeds naar uit om weer op die maandagochtend om hier te komen spelen. Nou, vooral omdat ze toch actief bezig zijn. En bij ons is de derde helft natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dat is het koffiedrinken. De eerste maandag van de maand hier koffie te komen drinken. Mijn speelmaatjes weer te zien en te spreken. Daar verlang ik nu weer naar. En één ding weten ze zeker, de maandagochtend zal er nog lang fanatiek gefithockeyd worden. Nou, ik niet, maar ik denk dat de fithockey wel over 15 jaar nog bestaat, ja. Ja, en dan nog het weer. We gaan weer even een korte zomer tegemoet, hoewel deze week wat onstuimig zal verlopen. Morgen loopt het kwik op tot zo'n 28 graden. Lokaal kan de 30 misschien wel even worden aangetikt. Maar in de avond trekt er enkele stevige buien over het land met onweer en lokaal ook veel regen. Daarmee wordt de meeste hitte alweer verdreven. Woensdag wordt het nog maximaal 23 graden en ook dan krijgen we met enkele buien te maken. Deze trekken vooral overdag over het land. 'S Avonds, wanneer het Nederlands elftal in de halve finale van het EK voetbal staat, is het weer droog en schijnt het oranje zonnetje weer. Tot zover het NH7 regio nieuws van maandag 8 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op nh7.nl of in de RN7 app. Morgen zijn we uiteraard er weer, dus ik zeg graag tot dan.